Dankjewel. Het kan alleen maar beter worden. Het is een fantastisch om hier te mogen zijn op een historisch moment in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. 50 jaar Golden Earring. Ik ben even in mijn geheugen gedoken. We hebben eigenlijk maar één band. We hebben eigenlijk maar één band van absoluut wereldformaat. Dat is de Earring. En die gaan we zo eren. Even in mijn geheugen gedoken. Een van hun eerste hits, ik geloof 61, That Day. 65 roepen de echte fans. 66, we gaan niet stemmen. Had jij het over? Het zou er maar één geworden zijn in Engeland, waren het niet dat Michelle van de Beatles daar boven stond. Nou, daarna, just a little bit of my heart. Ik heb het vanavond nog gedraaid. Just a little bit of easy my heart. Hey, kritisch publiek. Kennis. Spelen. Dennis Joplin vond het schitterend. Jimi Hendrix wilde Rinus Gerrits in de experience hebben. Absoluut de wereldformaat. Dan hoor je een paar jaar niks. Dan komen ze met Back Home. Dan komen ze met misschien wel de grootste classic, Radar Love. Dan hoor je weer een paar jaar niks. Dan denk je, nou, we hebben dat gehad met de Golden Earring. Twilight Zone. When the Lady Smiles. Allemaal wereldhits. Allemaal hits waar we ontzettend trots op zijn. En vanavond hier gaan we de eerste exemplaren uitreiken aan de band van hun nieuwe album Tits and Ass. Wat de hit wordt, weten we nog niet. Ik begreep uit de krant dat ze gokken op Identical, maar waarschijnlijk wordt het Keys to the Cadillac. We gaan het zien. Dames en heren, een gigantisch applaus. Nederland is trots op ze. De wereld is trots op ze. Barry Hay, George Kooijmans, Rinus Gerrits en Cees Zuidwijk. The greatest rock and roll band in the universe. Thank you.